Ik wil ook de minister van harte danken voor de samenwerking. Voor het, zoals ik het opschreef, niet alleen de parlementaire reflex, maar het ernstig nemen van de commissie. En wel het commissiewerk voor de openheid. Maar en openheid, ja, onze controlefunctie die kan soms ook niet alleen aangenaam zijn, maar ook een snuifje spanning en conflict in zich dragen. Hè. En dat blazen we dat soms ook nog eens extern aan, via media enzovoort. Ja, dat is zo, hè, dat weten we. Maar dat is ook natuurlijk een essentieel deel van ons politiek werk, laten we dat ook erkennen. Ik wil ook even dank zeggen aan de mensen van de meerderheid voor die openheid. Maar ook gezegd worden. Hè. Want het is niet alleen de minister in deze, het is ook vaak jullie. En ik word ontroerd. Dus, ja. Dat mag. En tenslotte wil ik ook nog even iets zeggen. Dank aan jullie allemaal, maar ook aan de mensen van het kabinet. Voor de competentie, voor het engagement en voor de aanspreekbaarheid. De openheid, denk ik ook, die u, of omgekeerd, met hen gedeeld heeft. Dat wie geïnspireerd heeft, blijkbaar niet uw kabinetje, maar mag het niet verklappen. Nee, ook dank aan Luc trouwens, want we gaan het niet anders zeggen. En ik wens iedereen smakelijk eten. Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.